Ik ben geen keukenprinses. Ik heb dat geleerd van mijn moeder en als... Voor mij hoeven de reizen niet te ver te zijn. Ik heb het ook niet... Hetgeen dat ik niet graag zou doen, denk ik, want dat heb ik wel nog nooit gedaan, is zo in Turkije 2 weken lang op dezelfde tramstoel gaan liggen. Ja, wel, mijn lievelingsgerecht is vol-au-vent, zoals ze zeggen. Koninginnenhapje, zoals het dan heet. Björn, we zijn vandaag bij jou te gast in jouw nieuwe tattoozaak hier in Appelterre. Ondertussen ben je druk aan de slag. Wat brengt jou hier in Appelterre? Ja, we zijn van Oostende juist verhuisd. We hebben daar 6 jaar gewoond en we hadden daar eigenlijk geen tuin. Ondertussen hebben we een kindje en die staat dan voor het raam, voor buiten. En ja... Dat was eigenlijk de hoofdreden van terug naar het binnenland eigenlijk te verhuizen. En dan een beetje gezocht naar, naar het type huis eigenlijk. En zo zijn we hier eigenlijk terechtgekomen. Mijn vrouw is van Gerardsbergen, dus voor haar was het een kleinere stap. En ik ben van Assen. Maar ja, daar zijn de huizen al heel duur. En zo... zo eigenlijk naar het soort huis blijven zoeken en hier dan terechtgekomen. Ik vind hier wel een goede ligging. Dus, je bent rap in Gent, je bent rap in Brussel. Dus ja, ik vind hier wel... Ik woon hier graag. We hebben hier Levi liggen, die een prachtige tekening krijgt op zijn zij. Maar onlangs heb je hier een aantal bekende mensen bij jou voor de vloer gekregen. Vertel eens. Ja, ik werd... gevraagd van de VRT om mee te doen aan het programma van de Olympische Spelen, dat er 1% van de oud en nieuw atleten eigenlijk nog geen tattoo hebben. En zo zijn ze dan eigenlijk een beetje bij mij terechtgekomen. Wie zijn de atleten die bij jou op de bank gelegen hebben voor een tattoo onlangs? In Oostende zelf waren dat dan de oud-Olympiërs, zoals Harry van Barneveld, Annelies Bredaal, Anne van Azenbroek, Karin Verbouwen. Dat waren de oud-atleten. En dan ben ik meegegaan naar Parijs en daar heb ik Jorre Verstraeten en Jan Heuning nog getatoeëerd. En ondertussen is... Thibaut Vivi is naar hier geweest voor ook nog voor zijn ringen eigenlijk. Ja. Waren het bij iedereen de Olympische ringen of zijn sommigen ook voor iets anders nog gegaan? Het waren vooral de ringen, maar met iets bij eigenlijk. En bij Harry was het eigenlijk een specialeke. En dat is een hele onderarm eigenlijk geworden. Ja, je vertelde mij juist dat hij eigenlijk een tattoo had. Hij was er niet zo tevreden van. Hij heeft dan getwijfeld om bij u te komen. Maar als we zien wat dat je dan toch mogen op zijn onderarm zetten hebt... dat is toch wel een imposant tafereel. Kan je eens vertellen wat daarop staat? Ja, dus het was eerst de ringen dan we gingen zetten. Van onderaan de pols staan dan de ringen erop. En ik had dan nog een... zelf nog wat ideetjes en Harry stond er dan voor open en dan gaat hij eigenlijk over naar een judoband en vandaar is dan daarboven portret van Harry zelf dat verliest tegen de Olympisch kampioen in Atlanta 96. Ja. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen een tattoo laten zetten, zoals die Olympiërs, die te maken heeft met een bepaalde periode in hun leven. Wat zijn vandaag zo de meest gevraagde tekeningen die jij zet? Ja, nu, elke jaar zijn er eigenlijk zo'n beetje trends en dingen dat terugkomen. Als ik begon waren dat zo'n beetje de kooivissen zo en de rozen. En dan de klokken, zoals iedereen een beetje heeft. En nu is het eigenlijk, alles is een beetje geëvolueerd.
En nu wordt er heel veel patchwork eigenlijk gedaan. Dat zijn van die kleine tattoetjes overal. In verschillende stijlen door elkaar. Dat vindt de jeugd nu het van het eigenlijk. En dan is het zo een beetje veel microrealisme. Dus hetzelfde als realisme, maar allemaal in het klein. En dan komen er van die... dat is ook een nieuwe stijl eigenlijk. Van die lijnen en cirkels en zo rond. Zo, heel abstract, maar dat gaat u dan... uw arm wordt voller, maar het is veel luchtiger dan bijvoorbeeld zo... zo'n sleeve eigenlijk. Dan volledig gevulde tekeningen zo, ja. Hoe ben je er ooit toe gekomen om te beginnen tatoeëren? Want het lijkt mij niet, omdat je mooi kan tekenen, dat je goed kan tatoeëren ook. Ja, ik tekende heel veel vroeger. En ik wou eigenlijk striptekenaar worden. En dan ben ik eens gaan kijken naar een kunstschool. En toen was dat eigenlijk al juist bezig voor... alles werd geautomatiseerd. En moest dan via de computer, ik moest daar dan beeld houden en schilderen en zo ook doen. En toen wou ik dat eigenlijk niet doen. Dat was het niet. Ja. En nu heb ik daar spijt van, want nu zou ik graag schilderen en zo. Nu heb ik daar een beetje spijt van dat ik dat niet gedaan heb. En zo dan toch blijven met de hand tekenen. En daarna eigenlijk... toch een beetje aangetrokken door die tattoos. Je begint met een lijn en begint tot leven te komen en zo. Dat vind ik wel... dat is altijd heel fascinerend. Ik vind het fantastisch. Het is inderdaad niet... Het is niet zomaar een nagemaakt lelijk Disney-figuur. Geluk voor uw leven. Zijn er zo stijlen of dingen die echt zo'n beetje uw handelsmerk zijn? Ja, ik doe heel veel realisme en die fine line eigenlijk. Waar er nu heel veel vraag naar is. Ja. En de meeste tatoeërs werken toch nog altijd heel grof. En je ziet dat dan meer en meer... eigenlijk alles kan nu. Hè. Je moet maar naar buiten kijken, een foto maken en je kunt er al een tattoo van zetten. Maar niet iedereen is mee met dat fijn werk. En je moet een beetje van alles kunnen eigenlijk. Hè. Nee, absoluut. Wat gebeurt er als jij nu toch eens fout bent? Ja, ik ben eigenlijk nog niet fout geweest, dus... gelijk bij een simpele lijn zie je eigenlijk de meeste foutenmarge eigenlijk. Hè, omdat er niks rond zit tegenover de buitenkant bijvoorbeeld. Als dat een beetje ernaast is, kun je nog altijd mee inpakken in Een beetje camoufleren. De atleten die bij jou over de vloer gekomen zijn... Hebben ze daar... welke reacties hadden ze toen ze een tattoo kregen? Het was eigenlijk heel moeilijk om ze daar te pakken te krijgen eigenlijk. Die hebben jaren getraind voor dat moment. En er waren er heel veel enthousiast voor een tattoo te hebben. Maar ze zeiden dan ook, we zijn nog in volle voorbereiding en zo. We weten nog niet direct dat we het gaan dan gaan doen als de moment daar is. En ook de reactie eigenlijk van een sport dan. Is dat tegengevallen, zeggen ze van we gaan niet direct die tattoo laten zetten. En dan hebben ze een paar dagen nodig eigenlijk voor terug een beetje op hun eigen te komen. Klaar voor te zijn. Ja. En dan zeggen ze uiteindelijk wel van we hebben wel mogen meedoen, dat is wel al iets. Degene dat ik gedaan heb, zijn er toch heel blij mee. Dus dat is wel tof eigenlijk. Het is daarvoor dat je het doet. Eigenlijk geeft iedereen een beetje geluk. Hè. Maar
langs de andere kant, in de tijd dat je nu leeft, dat alles vergeleken wordt, dat het lichaam vergeleken wordt, eigenlijk kan een tattoo je ook ja, trauma's geven. Hè. Als het, ik kan me voorstellen als er iets heel slecht gedaan is en je loopt er dan wel mee rond. Ja, dat is dus goed nadenken eigenlijk voordat je iets laat zitten en goed kijken bij wie dat je gaat eigenlijk. Hè. Wie dat wat kan. En... Ja. Het lijkt me wel een unieke belevenis om daar naar de Olympische Spelen te gaan. Hoe heb jij dat beleefd en was je daar op in het dorp van de Olympiërs of waar ben je zelf geweest dan? Dat was we zijn eerst dan met de trein naar Parijs dan geweest. En eigenlijk was dat daar in een... de eerste dag zijn we naar het Belgian House geweest. Dat is eigenlijk waar de VRT dan zat. En de RTBF zat daar ook. En vandaar eigenlijk volgen ze alles op. En gaan ze ook voor interviews en zo. En daar werd er dan s'avonds eigenlijk, op dat tak werd er dan Paris by Night. Dat is eigenlijk het programma met het rubriekje met Linde Merkpoel, waar de tattoo dan werd gedaan. En dat was in een hotel, in een lounge eigenlijk, dat werd gedaan. Maar ja, gelijk in dat Belgian House, daar kwamen dan eigenlijk de atleten als er iets... als er een medaille of zo gewonnen werd, dat ik het s'avonds kon. Maar dat heb ik eigenlijk allemaal niet gezien. Ja. Het heeft eigenlijk veel flexibiliteit van u gevraagd. Ja. Maar ik zou het zo weer opnieuw doen. Ja. Ik vind, het is een eer geweest om dat te mogen doen. Tot slot, is er zo'n verschil tussen de tattoo die de Inoviter vraagt ten opzichte van de mensen hier aan de kust? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen een beetje al in zijn hoofd heeft wat hij wil. Maar ik denk niet dat karakter daar zo'n rol speelt dat er iets anders wordt gekozen. Of ja. Zo. Oké, top. Merci alleszins, Bjorn, om jouw verhaal te delen ook over de atleten en de Olympische Spelen. En nog veel succes hier in Nienhoven en in Appelterre. Ja, dank u.